Ja. Maar Jan, toen jouw broer naar buiten kwam, ja. Eerst naar de kroeg en later naar de politie, toen veranderde voor jou ook een hoop, want jij was daar wel buiten. Je zat niet meer daar binnen. Ja. Is vanaf dat moment ook pas jouw verwerking kunnen beginnen? Of was dat al wel voor een deel gebeurd? Voor een deel wel. Je ontkomt er niet aan, kan ik zeggen. Zeg maar, je wil je leven leiden, maar dat lukt eigenlijk niet. Of nou ja, het lukt wel, maar je kan zo'n proces niet tegengaan. Dus dat was zeker al voor een deel aan de hand. Maar ik denk dat je het nooit volledig... Het lukt niet volledig, want je bent eigenlijk niet eerlijk en open. Want jouw complete verhaal was niet bekend bij de mensen om jou heen? Nee. Dus dan kan je het ook niet echt verwerken. Nee. En je kan het ook niet verwerken, want het is nog iets wat bestaat. Want ze waren er nog en dat wisten we natuurlijk. Dus dus eigenlijk ben je een soort van aan het wachten tot daar iets gebeurt. En toen gebeurde dat. We hadden dat ook niet verwacht dat het op deze manier zou gebeuren. Nee. Maar ja, wel heel blij dat het gebeurd is. En helpt de documentaire daar nou ook nog weer in? Ja, zeker. Ja. Nou ja, ook vooral omdat je op een gegeven moment vertel je verhaal dus ook aan de buitenwereld. Het was door de media, toen Israël wegging, was dat heel groot opgepakt. Dus wij voelden ook wel echt een noodzaak om op een gegeven moment een verhaal te komen. Want iedereen wilde gewoon weten wat er aan de hand was. En die documentaire helpt dan dus dat je dat kan vertellen. Maar ook voor je eigen verwerking, dat je het, dat je daar een stukje waardering of erkenning voor krijgt. Dat je wat er dus gebeurd is. Ja. En ook het proces zelf, dat is natuurlijk ook het hele proces, is eigenlijk gewoon een hele intense therapie geweest. Ja. Met een hele mooie uitkomst uiteindelijk. Dus ja. We zeiden net al, Israël, de uitreiking is aanstaande donderdag, precies 2 jaar nadat jij naar buiten stapte. Je ging snel daarna terug met Jessica naar de plek waar je woonde. Ja. Laten we even kijken. Ik weet nog, de politie zette mij af. En toen liep ik erheen en toen zag ik door het dakraam die zaklampen. Zag ik dat iemand met een zaklamp scheen. Dus ik wist, dat gebeurde nooit bij ons. Dus ik wist, zij zijn natuurlijk naar mij op zoek. Op dat moment realiseerde ik me pas echt voor het eerst van, zij zullen nu op dit moment weten dat ik weg ben. Ik heb daar, ik denk, een uur of zo in het gras gezeten. En ik wilde niet vooruit, ik wilde niet achter. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En uiteindelijk dacht ik, ga maar gewoon weer weglopen. Want het heeft ook geen zin hier in het gras te blijven zitten. Dus. Toch heeft het een heel leeg gevoel. Zo'n plek waar alles in je leven 9 jaar lang gebeurd is. En nu is het enigste leven is daar die ene camera die daar schijnt. Dat geeft wel een heel raar gevoel ergens. Hoe was dit om zo met Jessica te doen? Want dit was eigenlijk super kort nadat je was weggelopen. En dan sta je daar ineens weer. Ja, het was... Op het moment was natuurlijk alles heftig en zwaar. Maar dit soort momenten waren wel... toch wel een soort bevrijding ook. Omdat je gaat er dan samen heen. Dus je hebt ook een bepaalde steun. En je ervaart het nog een keer in een toch wel veilige setting. Het voelde toch altijd wel veilig of zo. Maar was dat meteen zo bij Jessica? Want jij hebt ook heel bewust voor haar gekozen. Ja. Het is wel meteen een bepaalde klik of zo, waardoor het veilig voelt en gewoon ook vertrouwd voelt. En dat, ik denk dat dat wel het belangrijkste is geweest, waardoor het hele proces goed is gegaan. Omdat het gewoon altijd goed voelde. En dan waren dit soort momenten die toch heel zwaar waren, die waren ook wel een soort therapie of zo. Therapie. Omdat je dan er nog een keer heen gaat, je verwerkt het, daarna praat je erover en zo. Ja, kun je het ook een plek geven. Ja. En dan ben jij bezig met die documentaire. Dan zit je helemaal in hun leven. Al meteen vanaf de get-go. Ja, veel te vroeg eigenlijk. Ja, zo voelt dat wel. Ja, ja? Zeker. Ja. Waarom te vroeg? Nou ja, dat is eigenlijk altijd een beetje het dilemma als filmmaker. Je stapt eigenlijk altijd in op een moment, of meestal, dat het bijna ongepast is. Of dat het te vroeg voelt. Ja. Maar je wilt het ook graag vastleggen om juist de essentie van zo'n... Want je hebt geen spijt, toch? Nee, helemaal niet. Nee. Maar het is gewoon wel altijd een dilemma waar je super zorgvuldig mee om moet gaan. Want hoe bepaal je wat je uitkiest? Want je hebt zulke kwetsbare mensen, verhaal, die eigenlijk dingen misschien... Geldt het voor jullie dat je eigenlijk dingen ook voor het eerst aan haar vertelde? Dat je eigenlijk, terwijl je aan het praten bent, komt er in iets naar boven. Ja. En jij zit daarbij. Absoluut. Hoe bepaal je wat je dan kiest? Het gebeurde heel regelmatig dat ze mij iets vertelde wat ze nog niet aan elkaar hadden verteld. Dus je hebt ook met vertrouwelijkheid te maken. Want je moet dan wachten totdat het voor hen het moment is om dat met elkaar te bespreken. Nee. Dus je bespreekt dat ook niet met de anderen. Dus je bent een soort van intermediair. Zo zie ik mijn rol ook altijd. Ik navigeer mensen als het ware door hun trauma heen. En ik geef ze de mogelijkheid om dat aan een breder publiek te vertellen als ze dat willen.
En de keuzes die je dan maakt, ja, dit is een proces geweest van duizenden uren. Ben je dan echt op dit is mijn werkschema. Ja, dan dit is zo halverwege. Was het een grote puzzel voor jou? Ja, het is een mega puzzel. Het is naast de honderden uren die we met hen hebben geschoten. Want sommige interviews duren gewoon rustig 5-6 uur. En dat keer op keer op keer. En steeds iets meer de diepte in. Want je kan niet meteen beginnen bij de grotere lijnen. Dan heb je uren dus.